Vaillant heeft een nieuwe multimatic-regelaar, de VRC 700/4, met heel wat nieuwe mogelijkheden. De weersafhankelijke regelaar VRC 700 kan zonder uitbreidingsmodule één verwarmingscircuit weersafhankelijk gaan aansturen. Mits het gebruik van een uitbreidingsmodule VR70 kan men twee gemengde verwarmingscircuits aansturen en dit nog gaan uitbreiden met één VR91. Dankzij de module VR71 kan men tot drie gemengde verwarmingscircuits aansturen en dit uitbreiden met twee keer een VR91-module. Wat is er nieuw? Dankzij de VR32-module zijn wij in staat om zeven gaswandketels in cascade te plaatsen. Wij beschikken ook over een module VR32-box, die ons in staat stelt om zeven warmtepompen van het type Aerotherm in cascade te plaatsen. Wat er tevens ook nieuw is, is dat de VR71 nieuwe instelmogelijkheden gekregen heeft, zoals de VR70, namelijk het nummer 2, waarmee wij in staat zijn om drie gemengde verwarmingscircuits te koppelen aan een solar druksysteem, en de instelling 6, waarmee wij in staat zijn om een All-Store exclusief buffervat te sturen, en dit nog steeds met drie gemengde verwarmingscircuits. De regelaar laat zowel een simpel bufferbeheer met twee voelers als een uitgebreid bufferbeheer met vier voelers toe. Dit wil zeggen dat een All-Store exclusief buffervat met zowel een drinkwaterstation als een zonnestation efficiënt kan gestuurd worden. Aan de bestaande systeemschema's is een nieuw systeemschema toegevoegd, namelijk nummer 16. De internetmodule VR900 is de link tussen de Multimatic-regelaar en het internet. Deze stelt ons in staat om de verschillende verwarmingskringen afzonderlijk aan te sturen via een eenvoudige app. Het bestelnummer blijft hetzelfde, VR70 en VR71 blijven compatibel en ook de bediening is hetzelfde gebleven. Beter vertrouwd raken met het toestel kan op verschillende manieren. U kan gebruik maken van onze e-learning, die terug te vinden is op onze website. Of u kan gebruik maken van het online simulatieprogramma, waarmee u alle parameters van de Multimatic-regelaar kan instellen.